Nieuwe video, nieuwe kansen. We zijn weer in een nieuwe provincie. In het mooie Drenthe zijn we aangekomen. De 12 provincie challenge in volle gang. Aflevering 7 alweer. En we gaan eens eventjes bij het water kijken. Nou, je mag hier niet schijten. Dat snap ik. Dat is wel een mooi watertje. Nou jongens, ik heb natuurlijk weer de stek helemaal ergens achter in de hoek, wat ik het mooiste uit vind zien. Hier staat de wind vol op deze rietkraag te blazen. Mooi lelievelkje daar ook nog erbij. En het is wel echt allerverste lopen. Ik denk gewoon dat ik voor deze stek ga. En, ik ga nog heel eventjes degene bellen die me op dit water heeft gewezen. En moet terug naar de auto lopen. Maar hier zo, het zonnetje staat er goed op. Het windje staat erop. Kan eigenlijk niet anders dan een goede stek zijn. Daar heb je ook wel een mooi lelieveld. We gaan even verder lopen. Misschien komen we nog wat moois tegen. En al wat gevangen? Yo man, nee, al 3 weken niks. Probeer deze eens. Met deze vang ik ze altijd wel. Wauw, zo, dat zit inderdaad een stukje beter. Nou, hopen dat de karpers ook gaan bijten. Hey, oh, hey! Oh, alles in de tent, 30%! Hey. Zo jongens, het karretje is weer gepakt. Wie deze baas, die heeft dit mooie stekje even als tip heeft gegeven. Zeker. En we gaan er zo meteen even naartoe lopen. We gaan een iets ander stekje zitten, dat we wat meer kant op kunnen vissen. En ja jongens, voor dag 7 is alweer het karretje gepakt. Die sportschool joh, ik heb hem helemaal niet meer nodig. Doe het gewoon aan de waterkant. Op naar de stek en ik heb er vertrouwen in. Dus let's go. Ja jongens, je ziet het. De drone. We gaan eerst even een rondje vliegen, kijken of we wat vis op de drone kunnen zien. Daar misschien gelijk een hengeltje naartoe te vissen. Ik heb een beetje centrale stek op het water gekozen. Waarbij ik eigenlijk naar verschillende hotspots kan vissen. Hier is aan die kant aan de lelies en daar in het riet. En eerst maar even met de drone kijken voordat we de hengels gaan doen. Nou jongens, we zijn even een stekje aan het aanvoeren. Eentje heb ik daar het lelieveld aangevoerd met wat proefrumbollen. Nu voer ik dit lelieveldje aan met de Tiger Net Crush. Tigernootkoop.nl. Ik voer dus 2 handjes. Ja. Beetje verspreid rondom de lelies. En, ik ga hier eerst nog niet vissen. Stel ik vang op een van de 2 stekken waar ik ga liggen niet gelijk vis. Of ik denk ik vang er heel veel vis, ik wil het even rust geven. Altijd een backup stekje. Zo kan je een beetje spelen met je hengels. Ik ga nu ook het andere stekje nog aanvoeren. Dan ga ik mijn hengeltjes klaarmaken. Maar er ligt dan alvast wat voer. Misschien loopt hij dan wel gelijk snel af. Let's go. Zo, jongens, het eerste hengeltje kan erin. Ik heb de Bloedworm Halibut Bol. Ik heb hem helemaal volgestopt met kurk. De bodem hier is best wel krasserig. Daarom vis ik ook met het helikoptersysteem. Het lood weg kan zakken in de blubber. Doordat hij vol zit met kurk, zal hij langzaam dalen. En zal hij net boven de blubber of op de blubber liggen. En niet in wegzakken. Dat komt ook in de combinatie dat gewoon het lood in de blubber weg kan zakken en dat hij nog best wel een stuk ruimte heeft om weg te zakken. Dus heb je nou een blubberige bodem op het water waar je vist, probeer altijd een helikoptersysteem eraan te hangen en je aas een beetje te verlichten. Dat kan een hele hoop schelen. Dus het is mijn eerste hengel, ik ga hem uitvaren naar de overkant, naar de lelies. En dan kunnen we gaan wachten. Nou, nog een tip is... Als je nou aan het uitvaren bent, hou altijd even je top onder water. Dan kan je lijn tegelijk goed afzinken. En moet je wel in de rechte lijn varen, anders krijg je een bocht in je lijn. En dan kan je lijn dus mooi afzinken. En dan ligt hij wat mooi over de bodem met de vis er wat minder last van. De kans gewoon groter dat je vis gaat vangen. Ik zeg, wat zwemt daar nou? Zwemt hij nou daar? Maar kijk eens, gewoon een slang joh. Wat een gek. Niet normaal. Hij ringelt echt lekker. Niet normaal. Komt hij dan ook gewoon de kant op? Ja, zeker. Gek. Hij komt echt naar me toe. Ja. Kijk dan. Lijpe shit. Laat ik je heen. Kijk dan, wat een gekje. Hij valt niet op. Ook met 2e hengel klaar. Eigenlijk hetzelfde verhaal als net. Stukje kurk. Nu een andere bol, de Tiger Net Crush. 10 bolletjes in de boot, 3 verkruimeld.
En ik ga er denk ik nog 20 bollen omheen gooien. Deze gaan we leggen op een opening hierachter. Daar hebben we een doorgang waar de vis doorheen kan zwemmen. Staat ook de wind in die hoek. Mooi rietkantje. En gaan we hem voorleggen. Zo jongens. Na de hengeltjes even een lekker bakkie yum yum chicken erbij. Deze jongen is gewoon zijn boodschappen vergeten te doen. Dus het wordt een beetje soep. Eitjes en dingen wat ik nog over heb opeten. Niet al te veel. Maar dit smaakt op zich al het best. Zo jongens, ik heb even een lekker bestel bij thuisbezorgd. Niet al te gezond. Wel lekker. Deze jongen was gewoon zijn eten vergeten. Dat verzin je toch niet? Zojuist, ik zat hier lekker te observeren. En schiet er gewoon hier zo. Gewoon hier, voor mijn voeten, gewoon een vis weg. Mega bizar. Maar het is nog stil. Eigenlijk geen piepie gehad. Weinig activiteit op het water. Ja, af en toe een ringslang. What the fuck, dat vind ik echt bizar. Die dingen zie ik nooit. Maar hier zie je ze heel de tijd. En we zijn gewoon even aan het wachten. Zo meteen dus een lekker pizzaatje. Zin in hoor. En gaan het zien. Gaan het zien. Dus ik ben zo terug. Als ik of een beet heb, of een pizza. Of allebei. 102. Okay, jongens, op dit stekje heb ik nu echt wat drie keer aasbellen gezien. Wat ik ga doen, ik ga even één hengeltje ophalen en hier even een tijdje neerleggen. Kijk, daarachter zie je ook een kringen. Volgens mij ligt hier gewoon vis. Ik heb hem natuurlijk ook al gevoerd, dus ik ga hem gewoon eventjes neerleggen. En ik kan hem altijd weer terugleggen. Dus je moet gewoon proberen af en toe. Gaan zien of er wat ligt. Dus met een aanhanger, met een witte aanhanger. Voor auto voor jou. Ja. Zwart en. Zwart met een karretje erachter. Deze niet. Ik kom wel even naar de weg lopen, ja? Ja, ik voor de weg. Oké, ik kom daaraan. Ja jongens, we zitten in een of andere uithoek. Je moet er wel even anderhalf uur wachten. Maar de pizza is binnen. We gaan er even lekker van genieten. Lekker hoor. Ja jongens, kijk. Een lekker pizzaatje. De mannen. En een pilsje. Ja, die proberen me weer bier aan te smeren. Hè? Oh. Maar we gaan er even van genieten. En hopen dat die hengel snel afloopt. Deze mannen die brengen heel wat tips mee. Dus het gaat wel goed komen, toch? Hoop ik. Zo is dat. Vandaag gaat Chitte helemaal niks vangen. Ja, er gaat zeker wel wat gevangen worden. Of hij gaat een kaper van 13,5 kilo schub. Oh nee, een spiegel. Zo. En die is hartstikke druk op de kant. Met een kapotte bek. Met een kapotte bek. En een kapotte zijkant. Want ik heb nog destijds een keer een haken eruit gehaald van iemand die hem heeft laten zitten. Nee joh, in zijn zijkant. In zijn zijkant. Oké. Okay. Nou, en jij, heb je nog iets aan toe te voegen? Nee. Biertje? Ja, jongens, je ziet het. Drenthe, altijd gezellig. We gaan zo het bedje in. We hebben nog helemaal niks gevangen. Ze dus komen weer aan met allemaal bier, maar ik drink al heel de maand niet. Ja, dat is wel goed bezig. Hij heeft net wel gedronken. Ik heb helemaal niet gedronken, mocht hij willen. Hij probeerde het wel. Hij probeerde me over te halen. Allemaal andere vissers biertjes voeren van 14 jaar. Slechte invloed deze jongens. Maar we gaan zo het bedje in. En tot morgen. De groetjes aan Eline, Wieger en Brenda. En Jacqueline en Alexander. Ik doe vooral de groetjes aan tijgerkoop.nl. Tijgerkoop. Dat is echt de beste sponsor die er is. Tijgerkoop.nl. Nee, dat is trouwens niet de beste sponsor. Het zijn de beste bollies die er zijn. Het kan de beste sponsor worden. Koop ze vooral. Ze zijn goedkoop en ze zijn hartstikke goed. En de groeten aan mijn vriendin. Ook nog. Ik hou van jou. Tijgernotenkoop.nl. Dat zeg ik dan. Tijgernotenkoop.nl. Dat moet je willen. Ja, jongens. Even gaan, hoor. Ik had eigenlijk de hoop opgegeven. Toen ging dit er toch nog vandoor. Maar misschien is het wel een brasem. Dat weet ik ook niet. Even draaien. Nee, dat is geen brasem, denk ik. Maar toch fijn. Het heeft even geduurd. Het is al ochtend, maar hij is toch afgelopen. Lekker. Kijk eens, een mooie spiegel. Om het op en niet te stoppen.
er zin in. Hij heeft er zeker zin in. Gaan we even scheppen. Gaan we jullie laten zien. Ja jongens, is helemaal niet gek. Eens even kijken. Kijk dan. Best een joek hoor. Jongens, what the fuck hé. Ik zei een mooie spiegel. Tot hij net zat en ik til hem uit het water. Ik denk, zo, het is dat beest waar. Heb ik hem gewogen, is hij gewoon 16 kilo. Even een 30er, eerste 30er van de trip. Dat heb ik echt lang op zich laten wachten in Drenthe. En ik werd wakker en ik dacht, kut zo. Geplankt. En ik krijg een paar piepen. Zat deze unit eraan. Ik ga jullie laten zien. Gek huis. Nou, daar is hij dan. De eerste 30 van de trip. En ik kan het wel mijn glimlach zien hoe blij ik hiermee ben. Echt geweldig. 16,2. Super lange mooie spiegel. Kijk eens hoe breed die ook is. En hij kwam van mijn linker engel tegen het lelieveldje. Eigenlijk heel de nacht laten liggen. Ik wou ze eigenlijk vanochtend verleggen. Toen was ik een beetje moe, dus ik draaide hem nog één keer om. En toen ging hij af. Het is maar beter dat ik me nog een keertje heb omgedraaid. Anders had ik deze niet gevangen. En wat een vis jongens. Ik ben er super blij mee. Ik ga even een fotootje schieten en dan ga ik hem weer terugzetten. Heerlijk. Ja jongens, ik moet zeggen, dat vind ik toch wel even lekker. Ik kwam op de tijd in het crush met een stukje kurk erin. En ik had echt niet meer verwacht. Ik lag in mijn bed te balen. Ik denk, kut sorry. Provincie zonder vis. Drama. Maar lekker hoor jongens. Ik ga even gouden hengeltjes weer verplaatsen. Ik heb ook nog wat andere mooie stekjes te horen gekregen. Dus ik ga daar even mijn hengeltjes even verplaatsen. Deze ga ik gewoon terugleggen, die andere verplaatsen. Misschien dat die nog een keertje aflopen. Ja jongens, mijn lijn kinkt echt als de brandweer. Maar ik ga hem even uitvaren. Ik heb even een spinnenrichtje aangedaan. Wat heb ik nou gaan doen? Ik heb hier de crustbolies van tijgenootkoop.nl. Dus dat zijn al crustbollen. Daar ga ik kijken. Heel de boot mee volgooien. En dat doe ik helemaal. Zo. Is dat vol of is dat vol? Kijk, dit wordt natuurlijk één lijpe stofwolk onder water. En wat daar dan mooi boven staat, is dit oh zo'n mooie Ronnie-richtje. En ik hoop dat juist door even gek te doen, dat hij misschien wel even af gaat lopen. En ook het andere bootje gaat eigenlijk hetzelfde. Met de hot tuna pop-ups. Nou, ik zweer het. Ik denk dat ik 90% van de vissen die ik op pop-up... Zo. Ik zweer het, ik denk 90% van de vissen die ik op een pop-up heb gevangen, is met deze pop-up. Echt mijn favorietjes, ik hang ze daar eigenlijk altijd aan. En we gaan het te water laten. We gaan deze voor een lelieveldje varen. Ik zou hem ook gewoon uit het handje kunnen gooien, maar ik wil echt dat die pop-up bovenop zo'n mooi voerveldje ligt. Dus daarom dat ik hem eventjes uitvaar. En voor de rest niks anders bijvoeren. Hopen dat er toch een visje langs zwemt en in één keer denkt, het zou mooi zijn. Ja jongens, even een lekkere vlamtossie. Ondertussen zijn we natuurlijk ook gewoon elke dag weer druk bezig met deze jongens. Ja, in de overdag niet zo elke dag gevangen, maar TikTok editen. En we zijn aangekomen in Flevoland. Volg ons dus ook even op TikTok. Het gaat steeds beter de goede kant op. We hebben nu pas 3000 volgers, maar het groeit wel. Zo, aan de overkant springt van een vis, joh. Gekhuis. Ja, maar even gauw een engeltje in je waren. Maar even een vlamtostie en dan hopen dat hij even afloopt. Kom op! Zo jongens. Kleine tip, altijd je hengels als laatste eruit halen. Ik ben even aan het opruimen. En alleen de engeltjes liggen nog, dat ligt nog te drogen. Natuurlijk lang en na niet droog, maar dat maakt niet uit. Ik ga denk ik gewoon gelijk de video afsluiten. Voor de video een leuk, doe even een blauw duimpje omhoog. Volgende week zitten we in Groningen. Gaan vissen vanaf een boot. Dat wil je zeker niet missen. Abonneer daarom om het niet te missen. Zie jullie volgende week weer om 3:30 jongens. Adios.